Goedenavond en welkom in Den Bosch Stadion De Vliert. Speelronde nummer 2 van de Jupiler League voor De Graafschap en FC Den Bosch. Den Bosch verloor vorige week met 5-4 van Jong PSV. De Graafschap won met 4-1 van FC Eindhoven. Vanavond dus tegen elkaar. Ik sprak zojuist met beide trainers. En we beginnen met William Vloet, trainer van Den Bosch. Ik vroeg hem of hij al een beetje is bijgekomen van die wedstrijd van vorige week. Ja, we hebben aangegeven dat we wel wat spektakel wilden. Maar ja, dat wil je wel graag op een andere manier zien dan met 4-1 achter staan en de rust erin gaan. Ja, je was niet tevreden. Waar heb je deze week vooral op gehamerd? Nou ja, kijk, je begint natuurlijk alweer heel snel met de volgende wedstrijd. Dus we hebben wel even die wedstrijd natuurlijk geëvalueerd. En met name hoe je aan de wedstrijd begint. 4-0 achterstand, ja, dan kom je niet zo gauw terug. Mogen we dan vandaag een furieus Den Bosch verwachten in de beginfase? Nou ja, kijk, we hebben hier een doelstelling neergezet. Hè, dat we dus een strijdvaardig, gevarieerd spelend FC Den Bosch zien. Met de bedoeling om te winnen. Nou, dat hopen we vandaag te zien. Dat is toch het allerbelangrijkste als je aan het opbouwen bent met de hele club. Dan is het in ieder geval belangrijk dat je mensen op het veld hebt staan die graag willen. Nou ja, dat moeten ze laten zien, vind ik. Ja, wat verwacht je voor wedstrijd tegen De Graafschap? Nou ja, ik denk dat het best een moeilijke wedstrijd zal worden. Maar dat zal er veel wedstrijden zijn. Het is hun spel natuurlijk 4-4-2. Nou, dat is easy niet waar wij zo vaak tegen spelen. Dus je hebt zaken moeten aanpassen. Nou, dan hoop je toch dat je door die aanpassing toch je eigen spel weer kunt spelen. En bedoel ik wat aanvallende acties kunt gaan maken. Nou, dan hoop ik in ieder geval dat het publiek weer de grote winnaar is. Hè? Want ja, wij moeten hier toch wat aan klantenbinding gaan doen. Hè? Er komen weinig mensen naar Den Bosch. En eigenlijk moeten die mensen vanavond naar huis gaan van hey, ik heb een leuke avond gehad. En dan hoop je, ja, dan hoop je natuurlijk op 3 punten. Ja, Jan Vreeman, de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Maar je staat hier vast met een lekker gevoel na die prachtige zege van vorige week, of niet? Ja, het gevoel is absoluut goed. Alleen na die overwinning zeg maar, op Eindhoven, wat wel een zwaar bevochten was, moet ik zeggen. Ja, is het toch weer afwachten hoe we vandaag voor uit de voeten komen. Want het is wel een heel andere wedstrijd natuurlijk weer. Hoe zijn jullie de week doorgekomen? Ja, verder goed. Brian Smeens had net een blessure. Dat was natuurlijk even de vraag van hoe ver die zou komen. Dus hij heeft het dus niet gehaald. Maar Nathaniel Wilders kon er weer bij. Dus wat dat betreft hebben we een goede groep. Ja, Leon Kaak is de vervanger van Brian Smeets. Doen die veel voor elkaar onder? Het zijn iets andere types. Daar zit denk ik de grootste verschil in. Dus, maar Leon moet daar goed in kunnen vullen. Wat verwacht je van de wedstrijd vandaag hier in Den Bosch? Ja, een beetje lastig in te schatten. Zit Den Bosch heel veel druk? Wachten ze af? Ja, dat zal even de vraag zijn. Ze hebben wel momenten dat ze in de as met name doordekken. Ja goed, een beetje op ingespeeld. En dan gaat het erom, kunnen wij er onderuit voetballen? Maar goed, en dat hoop ik wel. Nou, vorige week zei ik het al, ik zeg het gewoon nog een keer. Jullie zijn ook vandaag weer de favoriet, denk je? Alleen het zal wel moeten blijken dan uiteindelijk. We kunnen bovenliggend zijn, maar dat wil niet zeggen dat je de wedstrijd wint. En het zal weer een hele zware wedstrijd worden. Waar heel veel gevraagd wordt van ons. En aan het eind van de rit zullen we zien hoe dat dan uitpakt qua resultaat. Ja, de spelers lopen het veld op. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Heel veel plezier en het commentaar is van Bert van Lossen. Goedenavond en welkom vanuit Den Bosch. Ook van deze kant. De eerste thuiswedstrijd dus voor de plaatselijke FC. Het is alweer 10 seizoenen geleden dat FC Den Bosch in de Eredivisie speelde. Doelstelling dit seizoen, meedoen met de play-offs. Plek bij de eerste 8. En wat zojuist dus ook de trainer zijn, gevarieerd en aanvallend voetbalspeler. Dat zei dus William Vloet. Dat is dus de opdracht voor zijn ploeg in de thuiswedstrijden. Nou, laten we hopen dat dat vanavond gaat lukken voor FC Den Bosch. Dat dus afgelopen maandagavond met 5-4 verloor van Jong PSV. Al vroeg achterkwam met 4-0. De 10-man terugkwam tot 4-4 en uiteindelijk toch verloor met 5-4. Dit is Maatsen, de vervanger van de geschorste Fernandes. Vanochtend heeft de tuchtcommissie definitief beoordeeld dat hij schorsing gehandhaafd bleef. Tegen Jong PSV haalde Fernandes een doorgebroken speler onderuit. En dat kostte hem dus 1 schorsing. Scheidsrechter van dienst, een ervaren man uit Amersfoort. Dennis Hichler floot vorige week in de Eredivisie ADO Den Haag, Go Ahead. En nu dus voor het eerst actief in de Jupiler League. Diemans, de aanvoerder bij Den Bosch. En Diemers natuurlijk de aanvoerder bij De Graafschap. De opstelling van De Graafschap, weinig verrassingen. Ja, de enige verrassing is dat Smeets, die vorige week nog scoorde in de wedstrijd tegen Eindhoven, en niet bij is. Hij is geblesseerd. Daarvoor op nummer 6 Kaak. En voorop Bartzicek, de Pool, samen met Dean Koolhof. Dit is Kaak.
begon bij de Graafschap. Even weg geweest. AGOVV onder andere nog gespeeld. En bij Achilles 29. En hij dus de vervanger van Smeets. De Bos aan de aftrap. Eens even kijken wat voor manier ze bij de Bos bedacht hebben. Want ja, de bal mag natuurlijk meteen achteruit, vooruit. En we zijn weg. Met Heijmans, de linkerverdediger. Richting Regales. Wil. Kaak. Richting Koolhof, doorzien door de verdediging van Den Bosch. Ja, dit kennen we van Wil. Meteen weg. Komt daar de eerste kans aan in de wedstrijd. Wil, de voorzet. Weggewerkt door Biemans. Bilater speelt vanaf links. De man die Vloed nog kent van Sparta. Maatsen voor de eerste keer. En een doeltrap. Goed begin dus van de Graafschap. Zo kennen we Wil natuurlijk. De mee opkomende verdediger. Ja, dit had hij beter moeten doen. De laatste zege van de Bos is al heel wat jaartjes geleden, dat ziet u. Twee seizoenen geleden stond deze wedstrijd voor het laatste op het programma. Toen won de Graafschapovers met 2-1 door doelpunten van mensen die inmiddels al weg zijn. Van Ewijk speelt u bij Go Ahead. En de onlangs verkochte spits die naar Heracles Almelo vertrok. Richting Bilater. Kaak. Koolhof. Buitenspel. Dit is Dien Koolhof. Heijmans. Overname de Graafschap. Kaak. Heijmans terug richting Heemskerk. Ja, die had volgens mij de andere kant moeten kiezen. Kees Heemskerk bezig aan zijn tweede seizoen bij SC Den Bosch. Dit is de aanhang die de afgelopen jaren natuurlijk niet verwend is. Pacicek. Doorzien. Bilater. Ingooiers voor Den Bosch. Richting Regales. Balbezit is voor de Graafschap. Lammers terug op Bednarek. Is goed. Driver.
Althans, zo leek het. Kaak. Flink op de huid, gezeten door Pilaten. Maar de Graafschap blijft in balbezit. Met Wil. Die heeft vanavond 7 ruimte. Wil nog steeds. Koolhof stapt uit. Voorzien door Den Bos. Nieuwpoort. De bal links centraal in de verdediging. Richting Praticek. En Kuntjes. Dit is de driver trouwens. Nog steeds. De bal is over de doellijn geweest. En dus een doeltrap voor FC Den Bosch. Vloot wat te laat, Higler. Heemskerk richting de voorwaartse, richting Regales. Weer wint de Graafschap de tweede bal. Kaak. Goede loopactie van Koolhof. Doorzien door Maatsen. En die heeft ruimte. De rechterverdediger. De vervanger van Fernandez. Havar. Dit is goed gezien. Heijmans. Pilaten. Goed van Kaak. Dat belooft heel wat, deze inworp van Heijmans. Zal wel een lange worden. Het wordt inderdaad een lange inworp. Verlengd. Bednarek heeft geen contact met zijn verdedigers. Even wat miscommunicatie, want de doelman had moeten komen. Bednarek. De opvolger van Jurjes, die naar PSV vertrok. En dat is Wil. Schot in de wedstrijd is voor FC Den Bosch. Biemans gaat naar de eerste paal. Ja, afgelopen maandag scoorde hij in zo'n situatie. In de wedstrijd tegen Jong PSV. Nieuwpoort. Diemers laat zich uitzakken. Die wil in balbezit komen. Dat ziet u hier. Beweging bij Wil. Diemers durft niet. Dan maar zo. Richting Nieuwpoort. Geen overtreding, zegt Gichler. Overname Den Bosch. Pilaten. Goed verdedigd door Lammers. Particek in duel met Maatsen. Particek. Kaak. Er is wat ruimte aan de rechterkant, want Wil loopt inmiddels alweer. Vrije trap voor FC Den Bosch. Overtreding op Beltrame. De huurling van Juventus. Kuntjes. Er moet beweging komen bij het middenveld. Anders moet je de lange bal spelen. Nou, dat doet de Graafschap bij deze. Particek. Kies positie. Goede reactie van Heemskerk. Goede aanval van de Graafschap. De lange bal van Nieuwpoort. Particek en Koolhof kiezen positie. Doorzien door de doelman van Den Bosch.
Er zijn wat problemen bij Regales. De man afkomstig van Curaçao speelde eerder in de Jubilee League bij Fortuna Sittard. De bal met rug nummer 9. Nu dus de puntspeler in de ploeg van William Vloed. Balbezit de Graafschap. Slordigheidje bij Den Bosch. Wil. Houdt hem niet binnen, dus mag Den Bosch ingooien. Was twijfelachtig dat hij kon spelen. Hij is er toch bij. De ervaren verdediger inmiddels bij de Graafschap, Wil. Komt uit de opleiding van Ajax. En dit is de man die vanochtend geschorst werd door de Tuchtcommissie. Definitief geschorst werd. Fernandes. De man die dus rood kreeg in het duel met Jong PSV afgelopen maandag. En die krankzinnige wedstrijd. Maar ja, zo kennen we de Jubilee League natuurlijk. Kuntjes. Kaak. Die heeft wat ruimte. Goed. De diepe bal en goed opgelet door Heemskerk. De diepe bal richting Banning. De man met een FC Twente verleden, Alexander Banning. Heijmans is de man die zich aanbiedt bij Den Bosch. De Graafschap zet het goed vast. En Den Bosch probeert er uit te komen, voetballend. Maar ja, je bent weer terug bij de doelman, dan maar lang. Ja, dit zijn makkelijke ballen tot dusver geleken voor de verdediging van de Graafschap. Nu behoudt Den Bosch wel het balbezit. Ja, weer van korte duur. Nieuwpoort kan op Keuntjes. Banning. Kaak. Driver staat vrij. Driver. Goeie voorzet richting Pasicek. Zo. Driver met de voorzet. En het hoofd van Pasicek. Hij moet dus van mij doen vergeten. Op de Vijverberg en ook in uitwedstrijden. Er zijn er heel wat niet bij de Graafschap, dat ziet u. Dit zijn een zevental geblesseerde spelers, want zoveel spelers mist de Graafschap. Onder andere Smeetsinger daar als tweede. Die kijkt even op zijn telefoontje. Samen nog steeds 0-0. Kan hij appen richting de huiskamers. Smeets was wel belangrijk natuurlijk ook in die eerste wedstrijd. Scoorde meteen de openingsgoal. Hij is dus bezig, die partycheck, aan zijn tweede periode bij de Graafschap. Via Engeland en België dus weer terug in Doetinchem. Beweging bij Keuntjes. Driver komt zo in balbezit. Bednarek met een diepe bal. Een niet te belopen bal voor Driver. Maatsen. Regales wil hem. Dit is goed. Alleen de 1-2 met Havar mislukt. En dus de overname voor de Graafschap. Banning. Heerlijke opening van Diemers.
Althans, zo leek het. Kuntjes kan hem niet binnenhouden. De bal met rug nummer 22. Opnieuw de Graafschap. Slordigheidje bij Den Bosch. Loopt goed af. Wil. Is dit buitenspel? Nee. Koolhof komt daar de 0-1 aan. Het is gewoon 0-1. 15e minuut wedstrijd. Iedereen bij Den Bosch kijkt naar de assistent scheidsrechter. Die houdt de vlag naar beneden. En zo komt de Graafschap dus op voorsprong binnen het kwartier. Doelpunt te maken, 10 Koolhof. Was op buitenspel. De overname dus. De diepe bal van Wil. Ja, volgens mij was het geen buitenspel. En dus een terechte goal. Goed balletje van Wil. En Santemans, de Belg, laat Koolhof lopen. En zo staat de Graafschap in Den Bosch voor met 1-0. En zo komt de ploeg van deze Wiljan Vloed alweer vroeg in de wedstrijd op achterstand. Wil. Banning loopt ook weg uit de rug bij Santemans. Biemans kan daar repareren. Geen overtreding, zegt Hichelen. Wil. En de overtreding op Pilater. Regales. Wie nu? Beltrame, weer overname bij de Graafschap. Kaak, Wil. En weer is het diepgang aan de andere kant bij Driver. Nieuwpoort. Nieuwpoort mag ver gaan. Nieuwpoort. Nog steeds Nieuwpoort. Particek, Nieuwpoort. Ja, zo door het midden. Jongen, jongen, jongen. Nieuwpoort mag heel ver komen van FC Den Bosch. De 1-2 gewoon door het midden en het loopt goed af. Goed, de voordeelregel toegepast. Nu de vrije trap voor Den Bosch. Daardoor doet Hichelen goed. De overtreding op Regales. Heijmans, Pilaten. Santemans. Heijmans, Willem. Richting Regales. Weer balbezit voor de Graafschap. Wil. 19e minuut wedstrijd. De Graafschap staat voor met 0-1. En de Graafschap natuurlijk ook de bovenliggende partij. De ploeg heeft de wedstrijd in handen. De ploeg van trainer Jan Vreeman. Sinds jarendag al werkzaam bij de Graafschap. Veel meegemaakt ook op de Vijverberg. Maar hij is altijd een stabiele factor. De inmiddels 50-jarige coach van de Graafschap. Steeds verder achteruit lopen.
Driver. Was vorig jaar in de Eredivisie een van de ontdekkingen. Tot grote opluchting bleef hij na de degradatie. Driver, de man links op het middenveld. Kuntjes met een goede voorzet. En Santermans heeft alle geluk van de wereld. Kan erom lachen samen met Koolhof. Maar die bal die bleef hangen. Dit is Kuntjes met zijn linker. En Santermans met in de rug Koolhof. En dat loopt dus goed af voor FC Den Bosch. Heijmans. Ruimte bij Maatsen. Die komt nu in balbezit. Maatsen. Ja, richting wie? Kaak. Richting Koolhof. Santermans vindt het luchtje wel. Heerlijk balletje van Diemers. Zag meteen de 1 tegen 1. In de verdediging bij Den Bosch. Ja, als je niet vooruit kan, dan kun je altijd terug. Dat is altijd nog beter dan een balletje breed geven. Regales. Heijmans. Supporters van de Graafschap die vierde feest. Door die vroege goal dus gescoord in de wedstrijd van Koolhof. Zijn tweede al van dit seizoen. Heijmans weer met een opportunistische inworp richting Regales. We kennen het recept inmiddels. Die laten. En het is een doeltrap. Deze gaat zijn tweede periode bij Den Bosch. Hij begon zijn betaald voetbalcarrière als hoofdtrainer ook in Den Bosch. Jonas, kom eens hier naar Mario! Er moet meer gepraat worden, dat zegt Wiljan Vloed onderling. Bednarek. Ja, duwen van Biemans. Goed gezien door Higler, vrije trap de Graafschap. Nieuwpoort. Driver. Goed druk gezet door Driver. Driver nog steeds. Achterbal. Heemskerk. Richting Regales en Bilate. Wil wint het kopduel. Is aardig eruit gevoetbald door de Graafschap. Kuntjes. Nog steeds Kuntjes met een voorzet richting Particek. Weggewerkt door Santermans. Afvallende bal van Kaak. Niet geschoten is altijd mis. Goede loopactie van deze Kuntjes. En ook een goede voorzet. Ja, dat kan hij wel, de linkerverdediger. Ook hij weer terug bij de Graafschap Kuntjes. 3 seizoenen bij Telstar gespeeld. Wil. Het is onrustig bij de thuisploeg.
De bal is voor de Graafschap. Geen overtreding, zegt Higgler. Santemans ging daar aardig. Driver. Banning. Goed schot. De man op het middenveld, Luc Brouwers, een van de talenten, raakte de bal als laatste. Lammers en Nieuwpoort mee naar voren. De luchtmacht van de Graafschap. Vorig seizoen waren dat Prupper en Ted van der Pavert. Die twee zijn vertrokken. En nu Partijcek. Weggewerkt door Biemans. Afvallende bal. Driver. Biemans. Meteen weer lang richting Regales. Nieuwpoort moet opletten, doet hij goed. Keuntjes. Driver. Keuntjes. Bereikt Kool of niet? De Graafschap blijft in balbezit, want Keuntjes was onderweg. Koolhof. Richting Banning, weggewerkt door Biemans. Havar. Heijmans. Beweging bij Bilater. Partijcek doet verdedigend zijn werk. Santemans. En we zijn weer aan de andere kant bij Maatsen. Ja, de Graafschap heeft de lijntjes aardig dicht liggen. Regales. Dit is wel goed van Den Bosch. Maar ja, dan moet er een vervolg komen. Dat vervolg komt er tot dusver niet. Heijmans. Bilater. Dit is een overtreding. In de mangel genomen door Wil en door Diemers. Dit is een terechte vrije trap. Bilater. 2 tegen 1, dat mag niet. Asisov. Met de vrije trap. Asisov met zijn rechter. Tussenhoekschop. Ja, het moet uit een standaard situatie waarschijnlijk komen bij Den Bosch. De bal richting Bilater. Via het hoofd van Lammers een hoekschop. Benderek blijft staan. Santemans. Wat duw- en trekwerk. Lammers wordt daar ondersteboven gelopen. Gezien door Higgler, althans. Dat zegt hij in gesprek met Lammers. Santemans. Koolhof. Geen contact met Partijcek. In dit geval was het Banning trouwens aan de rechterkant. Dus even wachten. De Graafschap staat goed. Krijgt een balbezit en dan in de omschakeling is de ploeg uit Doetinchem levensgevaarlijk. Driver. Via Maatsen een inworp. Ja, dat wordt hem aan. En dat kort. En aan de bij. 30e minuut wedstrijd. Stand 0-1. Door die goal een kwartiertje geleden gescoord. Door Dien Koolhof. De Graafschap verdient op voorsprong.
Hoekschop. Lammers weer mee naar voren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Nieuwpoort. Zo scoorde de ploeg ook in de eerste thuiswedstrijd tegen Eindhoven een van de doelpunten. Heemskerk komt, heeft hem. Asisov komt in de bal, overgeslagen door Maatsen. Dan maar weer een lange bal richting Bilate. Wil. Ja, als je een sliding ondergaat, dan moet je de bal ook hebben. Heijmans met de inworp richting Regales. Bal gemist door Lammers, weggewerkt door Keuntjes. Diemers, een afvallende bal is voor Den Bosch. Diemans. Heijmans gelooft erin. Dus goed, voorbij Kaak. Regales kan geen richting geven aan zijn kopbal. Ja, zo moet het wel. De bal van Biemans. Daar had Heijmans geloof in. Voorbij Kaak, de voorzet richting Regales. Met Nieuwpoort bij zich. Geen richting dus gegeven aan de kopbal. Dat was een goede mogelijkheid voor Den Bosch. Nieuwpoort richting Driver. Maatsen. Weggewerkt door Biemans. Nieuwpoort. Kan terug op de doelman. Koolhof gaat dan. Kijk, die komt dan ook bijna in balbezit. Santemans. Ja, die heeft moeite met de man die altijd zorgt voor diepgang bij de Graafschap, Koolhof. Dit is goed. Bacicek kiest positie. Koolhof niet gevonden. Doorzien door Biemans. Misschien nu. Ja, dan moet je dit wel beter doen, Beltrame. Havar. Brouwers let niet op. Heijmans. Bilate. Met Wil bij zich. Santemans. Asisov. Brouwers. Ja, dan gaat het weer mis. Asisov. Brouwers. Zo, Regales. Die was dichtbij. Goed van Lammers. De voorzet van Havar.
En goed verdedigd door Lammers. Dennerek blijft staan. Is dat Hens? Ja, Hens, zegt Hichler. 35e minuut wedstrijd. Strafschop voor FC Den Bosch. Hensbal van Keurntjes. Is het nummer 22? Nee, het is niet nummer 22. Ja, het is nummer 22. Gele kaart dus voor Keurntjes. Met uitleg, Hichler. Bednarek blijft staan. Ja, het is volgens mij Wil die de bal raakt. Volgens mij was het Wil en niet Keurntjes, maar die krijgt de gele kaart van Hichler. De 36e minuut wedstrijd. De kans voor FC Den Bosch om op gelijke hoogte te komen. Hij moet eerst nog binnen natuurlijk. En hij is binnen. Regales met de 1-1. 36e minuut wedstrijd. Zijn tweede goal. En Wil is het er nog steeds niet mee eens dat het geen Hens was. Maar was het Hens? Dat moet dan hier, ja, op advies van de assistent scheidsrechter, denk ik. En Regales schiet een beheers achter doelman Bednarek. Een standaard situatie. En Den Bosch staat dus op gelijke hoogte. De 30e minuut wedstrijd. 1-1 dus bij FC Den Bosch, de Graafschap. Patsicek. Te snel. Diep gespeeld door Kolhoff. Hij krijgt dus de gele kaart. Keurntjes, de linker verdediger. Maar ik blijf zeggen dat Wil... Hens maakte. Maar je zag de communicatie tussen Hichler en zijn assistenten. Welk nummer moet ik hebben? Maar ja, 2 of 22 lijkt natuurlijk ook heel erg op elkaar. Wil gaat weer diep. Kaak. Stond verkeerd gedraaid, zoals dat zo mooi heet. Daarom kon de bal niet richting Wil gespeeld worden. Patsicek. Goed van Biemans. De vrije trap. Voor de Graafschap. VAR heeft wat problemen. En die krijgt hier zometeen een gele kaart voor. Was het wel of geen Hens? Dat is de grote vraag natuurlijk. Bednarek blijft hier staan. Wil en Keurntjes zijn daar. Ja, de bal wordt tegen de hand van Wil aangeschoten door Biemans. En is het dus de man met rug nummer 2 die eigenlijk de gele kaart had moeten krijgen. En ik zei het, Havar krijgt voor de overtreding van zo even de gele kaart. Dit is Havar. De vrije trap van de Graafschap richting wie? Richting, het is een hoekschop. Richting Patsicek en Nieuwpoort.
Allebei naar de eerste paal. Betere duw- en trekwerk, want Partijcek en Nieuwpoort worden allebei vastgehouden. Lammers gaat naar de eerste paal. Lammers. De bal wordt niet goed weggewerkt. Nu wel door Biemans. Diemers. Altijd vooruit denken, dat is goed. Partijcek. En Kaak. Moeizame reactie van Heemskerk. Dan Den Bosch. Maats wordt de bal afhandig gemaakt door Koolhof. Heeft geluk de verdediger van Den Bosch. Partijcek. Driver. Assisov. Nieuwpoort. Die is goed ineens gespeeld. Richting Banning. Doorzien door Maatsen van den Bosch. Keuntjes. Nieuwpoort. En Koolhof is weer weg. Koolhof, Heemskerk. Doet hij goed, de doelman van Den Bosch. Ja, daar hebben ze bij Den Bosch problemen mee met de lopende goals. Lammers. Ingooi voor de Graafschap. Hij schoot zijn tweede, dus al binnen. Regales vanaf 11 meter nu dus. Een buitenkantje, maar ja. Dat soort ballen moet je ook binnen schieten als spits. Driver, weg bij... Maatsen. Hij kan het repareren, de verdediger die dus speelt voor Fernandes. Aan de rechterkant in de verdediging bij Den Bosch. We zitten vlak voor rust bij een 1-1 tussenstand. 15e minuut wedstrijd scoorde Koolhof de 0-1. En zo even dus Regales met de 1-1 uit een strafschop. Na een hensbal. Heemskerk. Heeft geen communicatie met Bilate, want die had de bal moeten laten lopen. Loopt goed af trouwens deze bal van Kaak. Richting Keuntjes. Ja, die kon niets anders, want er werd flink druk op hem gezet. Diemans. Hop, als we het niet weten bij Den Bosch, schieten we de bal maar naar Regales. En dan hopen dat het goed komt. Maar vaak wordt het dus doorzien door de verdediging van de Graafschap vanavond. Bal richting Partijcek en Koolhof loopt dan al meteen weer. Zie wel, Koolhof, die was alweer weg. Lammers. 44e minuut wedstrijd. Gaat zometeen 1 minuut extra tijd bijkomen. Twee gele kaarten. Twee keer over 30 seconden is 1 minuut extra tijd. Regales in duel met Lammers. En dan wat mensen die hier omheen moeten bewegen. Assisov en Beltrame. Voorlopig pakt het nog niet goed uit voor FC Den Bosch. Driver is weer weg. Koolhof. Koolhof. Ja, vergeet de bal. Banning met de aansluiting. Diemers. Wil.
Wil. Voorbij Heijmans. De voorzet van Wil. Staat daar iemand bij de tweede paal? Nee. De bal is achter. Weer een goede aanvallende actie van Wil. Nog 1 minuut, dan zit de eerste helft erop tussen Den Bosch en de Graafschap. Beltrame verliest het duel met Kaak. Dus de Graafschap in balbezit. Dit doet Beltrame wel goed, meteen weer druk zetten om de diepe bal eruit te halen. Bal richting Particek. Santemans. Diemers. Brouwers. Diemers. Vrije trap. Nog 1 keer. Vlak voor rust. De Graafschap. Het hoeft allemaal niet meer van scheidsrechter Hiechler. 45 minuten zitten erop. Koolhof scoorde al vroeg in de wedstrijd. De 0-1 voor de Graafschap. Hiechler gaf FC Den Bosch een strafschop naar Hens van Wil. En Regales, de spits, wist er wel raad mee. 45 minuten hebben we hier gespeeld. Er staat dus 1-1 bij FC Den Bosch, de Graafschap. In de rust van deze wedstrijd kunt u gaan kijken naar de wedstrijd van afgelopen zondag. Sparta tegen Ajax. En welkom terug in stadion De Vliert. FC Den Bosch tegen de Graafschap. Tussenstand 1-1. De tweede helft staat op het punt van beginnen. En we hebben een wissel aan de kant van Den Bosch. Robinson komt erin en Azizov verlaat het veld. Veel plezier bij de tweede helft met Bert van Losser. En deze Robinson komt uit de jeugd van Feyenoord. Ook nog een tijdje met NAC Breda gespeeld. Is nieuw dus bij Den Bosch. Het is een aanvaller. Ik denk dat Havar naar het middenveld verhuist. En Robinson aan de rechterkant gaat spelen. Want op het middenveld komt Den Bosch tekort in de wedstrijd tegen de Graafschap. Ja, Forsenbeeld is er al een tijdje niet bij. De middenvelder van Den Bosch liep in de voorbereiding een hersenschudding op. Nou, Carlone die raakt afgelopen maandag geblesseerd. Slivka. Ja, daar wordt nog mee gepraat, want die willen ze nog graag een jaartje huren van Juventus. Maar dat is nog niet rond. En er loopt ook nog een Albanese Griek al een weekje mee te trainen. Dat is ook een middenvelder, maar ja, die heeft nog geen contract getekend. Dus zodoende zijn de personele problemen op het middenveld groot voor FC Den Bosch. En dan hoor je trainers zeggen, ja, ik heb nog een box-to-box speler nodig. Nou, dat heeft dus William Vloed ook nodig. Maar goed, de transfermarkt is nog niet dicht en er zijn genoeg spelers die nog beschikbaar zijn. We gaan ons weer concentreren op de wedstrijd in de tweede helft. We zijn bij de Graafschap bij de doelman Bednarek. De lange bal richting Particek. Santemans en Biemans, die verslikt zich bijna. Het is een inworp voor Den Bosch. In het seizoen 2005-2006 won Den Bosch voor het laatst thuis hier in de Vliert van de Graafschap. Toen werd het 2-0. Van de 18 keer dat deze wedstrijd hier in de Vliert werd gespeeld, wist Den Bosch er maar 6 te winnen. Nieuwpoort. Richting Wil. Goeie voorzet. Niet op waarde geschat door Particek. Die dacht van nou, die bal gaat hij niet meer binnenhalen. Maar dat deed Wil wel. Ah,
Het eerste duel. Robinson met Nieuwpoort en Keurntjes. Hij is snel, dat hebben we gezien. Loopt de bal over de achterlijn, dat hebben we ook gezien. En deze Nieuwpoort moet dus Keurntjes rugdekking geven. Dat hebben we dus ook gezien. Diemers op Wil. Bos durft iets meer naar voren te lopen. Havard dus inderdaad op het middenveld. En de Bos probeert dus druk te zetten op de centrale verdedigers. Dan kan de Graafschap niet opbouwen. Dan krijg je de lange bal van Bednarek. Heemskerk. Richting Regales. Nieuwpoort wint dit duel. Nieuwpoort. Meteen weer terug bij Den Bosch door Havard. Dit is goed. Van Santemans. Robinson. Havard. Doorzien door Lammers. Die later. Lammers was iets te overtuigd. Goed van, de, van Banning. Dan gaat Wil op avontuur. En de overtreding van Brouwers. Ja, lopen met de bal moet je eigenlijk niet doen. Dat doet dus Wil. Heeft geluk dat hij een vrije trap mee krijgt. Maatsen, eerder dan Keurntjes. Ja, voetballen kan hij wel, Keurntjes. Nog een tijdje bij Groningen gespeeld, dan nog bij Cambuur. Begonnen natuurlijk bij de Graafschap. Komt uit Doetinchem. Kaak maakt een goede loopactie. Maakt wat ruimte voor Banning. Vrije trap voor Den Bosch. Ja, zijn ploeg moet thuis attractief voetbal spelen. De eerste helft kan hij niet heel erg tevreden over zijn, denk ik. De ploeg voetbalde een beetje gespannen. Alleen Heijmans durfde wat te ondernemen. Met name op het middenveld kwam Den Bosch tekort. Overtreding van Biemans op Particek. Vrije trap de Graafschap. Keurntjes. 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 Ja. Als je zo ver mag, dan kun je ook schieten. Het was Nieuwpoort trouwens. Nieuwpoort, dat zagen we in de eerste helft ook. Mag ver komen. Ja, hier moet je wat geluk mee hebben. Robinson. Probeert Regales te zoeken. Overname de Graafschap. Diemers. Brouwers. Ja, er was een overtreding van Regales. Goed gezien door Higler. Ja, eerst even wachten of de Graafschap balbezit houdt. Doet de scheidsrechter goed. Ja, dat doet Den Bosch anders dan in de eerste helft. Het druk zetten meteen.
Bednarek richting Particek. Diemans. Dit is Heijmans. Heemske. Kuntje stapt in. Deed hij niet goed. Maar via Nieuwpoort is het balbezit weer voor Den Bosch. Ja, is goed, is goed, is goed. Beltramen. Man dus eigendom van Juventus. Speelde nooit één wedstrijd in de eerste helft van Juventus. Ook ooit nog onder contract bij Sampdoria gestaan. En Den Bosch hoopt dus ook Slivka nog een jaartje te kunnen huren van Juventus. Dat is een middenvelder. Beltramen. Op het middenveld dus van Den Bosch. Op avontuur en bal kwijt. Draai, draai! Ja, dus lekker gespeeld door de Graafschap. Goed van de aanvoerder Diemers. Wil gaat weer diep. Particek. Lammers. Ja, Wil stond daar al een tijdje. Die had nu in de bal moeten komen. Die heeft geluk dat hij de vrije trap meekrijgt. Trap voor de Graafschap. Lammers mee naar voren. Banning staat er. Particek, Banning. Het is een hoekschop. Hele goede periode had hij bij Emmen. Alexander Banning. Met Zwolle werd hij kampioen in de Jupiler League. En nu dus opnieuw bij de Graafschap. Lammers. Loopt naar de eerste paal. Diemans werkt weg. Opgevangen door Driver. Nou, misschien nu de mogelijkheid voor Den Bosch. Robertson vrijgelaten in het centrum. Maatsen. Regales sprint naar het doelgebied. Ja, hier moet je meer mee doen. Dit is een slechte voorzet. En dat denkt dus Vloed ook. Ja, dit zijn die spaarzame mogelijkheden. Om de Graafschap pijn te doen. En dan laat je het na. Kaak. Nieuwpoort. Keurntjes. Ja, die wil wel voetballen, de linkerverdediger. Soms te veel voetballen. Bilater. Even niet gezien in de wedstrijd, Bilater. Kende een goede periode onder Bogers bij Sparta. Is dit een overtreding? Ja, dit is een overtreding. Ook een domme overtreding voor de ogen van de scheidsrechter. Spelen op Banning. Mag doorgaan. Brouwers doet dit goed. Nou, nu dan. Regales. Gaatje dichtgelopen door Lammers. Blijft hij overeind? Ja, hij blijft overeind. De kosten van een hoekschop. De 57e minuut wedstrijd.
De Graafschap op bezoek dus hier bij Den Bosch. En de hoekschop is er voor de ploeg van William Vloed. Bednarek blijft weer staan. Weggewerkt door Nieuwpoort. Heijmans. Bilate. En Biemans. Oeh! Dat was hem bijna. Die stond er helemaal vrij, zeg. Biemans. De bal richting Regales. Het loopt dus goed af voor de Graafschap. Ja, dat deed Biemans bij Rode JC veel. Dat deed hij bij Willem II. En ook bij Den Bosch. Vaak mee opkomen naar voren. En regelmatig scoren. Nu aan de andere kant. Positie kiezen van Particek. Particek! Oh. Geen richting aan zijn kopbal. Goeie voorzet van Driver. Heijmans, Bilate en Biemans helemaal vrijgelaten. Dit was de kans op 2-1. Santemans. Snel genomen. Wil. Slordig bij Den Bosch achterin. Over slordigheden gesproken. Dit gebeurt te veel in de wedstrijd. Regales. Keurtjes, Koolhof, Driver. Keurtjes, Patsicek kiest positie, Keurtjes en Eemske. Robinson. De bal is voor Den Bosch. Robinson. Hij heeft nog weinig dingen goed gedaan, de invaller. Aan de rechterkant bij Den Bosch. Meteen de druk bij Den Bosch. Dat deden ze dus in de eerste helft niet. Lastige bal van Nieuwpoort op Lammers. Loopt goed af. Overtreding van Heijmans. Dat doet Den Bosch al beter dan in de eerste helft. De druk zetten. En dan maar hopen dat de Graafschap foutjes gaat maken. Dit is Petrovic. Begon goed met ADO Den Haag natuurlijk. Aan de voetbalcompetitie. Natuurlijk nog een tijdje hier gespeeld bij Den Bosch. Toen Den Bosch natuurlijk in de Eredivisie speelde. Dat is lang geleden. 10 jaar voor de laatste dat Den Bosch op het hoogste niveau actief was. En de supporters die hunkeren naar een succesje. Al was het maar een keer weer deelname aan de play-offs. Dat is ook de doelstelling trouwens voor de ploeg van William Vloed. Een beetje attractief voetbal spelen. Daar gaan we dan. Met Heijmans. Richting Havar. Havar! En is daar de 2-1? Ja, daar is de 2-1. Ja, zet hem op het middenveld en hij is gevaarlijk, Havar. Je moet hem niet aan de buitenkant zetten. Dan komt hij van sporadisch in het spel voor. Onder Van Eck scoorde die ook op deze manier heel vaak. Havar. En het staat dus zomaar 2-1. Heijmans, Havar, helemaal vrijgelaten. Lammers is hij kwijt. En via de voet van Lammers, Bednarek kansloos.
en SC Den Bosch dus op een 2-1 voorsprong door de goal van deze Havard. Dat heeft Vloed dus wel goed gezien door Havard naar het middenveld te halen. Als de Graafschap zijnde de wedstrijd onder controle, had je misschien wel naar de 1-0 meteen door moeten drukken. Gebeurt dat niet, krijg je een onfortuinlijke strafschop tegen, wat eigenlijk wel een strafschop was. Dan staat het 1-1 en de eerste echte kans in de tweede helft is meteen raak. Al moet gezegd dat Piemans ook dichtbij was. Koolhof. Ja, wat te doen. Veel mogelijkheden heeft hij niet op de bank. Veel spelers geblesseerd. Jan Vreeman. Hij moet een antwoord vinden op het druk zetten van Den Bosch. Brouwers. Via Kaak de bal over de zijlijn. Ruim een uur onderweg. En Den Bosch dus op voorsprong. 2-1 in de wedstrijd tegen de Graafschap. Lastige bal weer van Wil richting Nieuwpoort. Ze worden wat slordiger achterin, de verdedigers van de Graafschap. Ja, de eerste helft hebben ze geen tegenstander gezien. Door Wil. Beltrame zet goed druk. Ligt Lammers op de grond. De verdediger gezien door Richler. Een beetje lastig neer, de verdediger van de Graafschap. Uit eigen opleiding Lammers. 21 jaar. En sinds 2014 in de selectie.